Goedemorgen. Goedemorgen. Bijzondere dag, denk ik. Ja, zeg dat wel. Nou ja, dat je een van de 150 Kamerleden wordt, dat is natuurlijk een hele grote eer. En het is ook wel te gek dat dat vandaag gebeurt, dat je beëdigd wordt. Ja, dat is heel speciaal, dus het is echt een hele bijzondere dag. Mondkapje op. Ja. Hap ter moeder hoop, ken je misschien wel van het Klokhuis. Waarom houden wij toch zo van een kroketje uit de muur? Maar de presentator is dus Kamerlid geworden. En met zijn 22 jaar is hij ook nog eens de allerjongste van alle nieuwe Kamerleden vandaag. Je bent pas 22 jaar. Hoe is het om zo jong al Kamerlid te worden? Nou, dat is best bijzonder, maar het is ook heel belangrijk. Want politiek gaat over de toekomst. En juist jongeren raakt het natuurlijk veel meer dan ouderen. Want wij leven waarschijnlijk langer dan de oudere mensen bij ons in Nederland. De politicus heeft een eigen werkplek gekregen. Een kamer helemaal voor hem alleen. Dat is te gek. Dan zit ik zo meteen hier achter de computer te werken. En hier met het uitzicht op het plein. Ja, het is waanzinnig. Hier zal Hap ter Moe de komende 4 jaar heel wat tijd doorbrengen. Dit zijn al mijn collega's van de PvdA. Lilianne is natuurlijk onze fractievoorzitter. En nou ja, hier zitten we dus met de hele fractie. Voelt het dan een beetje als een eerste schooldag? Dit was een middelbare schooldag misschien, dat je voor het eerst je nieuwe klas ziet. Ja, want Lilianne is een hele strenge juf. Dus het voelt wel een beetje als een eerste schooldag. Ja. Bij zijn eigen partij voelt hij zich al helemaal thuis. Maar als politicus zal hij straks ook met Kamerleden van andere partijen moeten samenwerken. En denk je dat ze jou dan wel serieus nemen? Of dat ze denken, ach, dat jonkie? Zeker. Ja, ik ben ook al 3 jaar raadslid geweest. Dat is eigenlijk een soort kleine Tweede Kamer, maar dan in jouw gemeente. En daar merkte ik ook, als je gewoon maar echt wat te melden hebt, word je echt wel serieus genomen. En vind je het dan iets spannend dat je zo meteen misschien wel in een debat staat met Geert Wilders bijvoorbeeld, die al superveel ervaring heeft? Ja, nou ja, dat vind ik inderdaad wel spannend. Als je zo meteen in die Tweede Kamer zit en je gaat in debat met mensen, misschien wel met de minister-president, met Geert Wilders. Dat zijn natuurlijk hele goede debaters. Dus als je daar een keer mee in debat gaat over een bepaald onderwerp, dat is natuurlijk heel spannend en ook wel heel leuk. Aan de orde is de beëdiging van de op 17 maart 2021 gekozen leden van de Tweede Kamer, de Staten-Generaal. Als je als Kamerlid gaat werken, word je officieel beëdigd. Je moet dan vooraf duidelijk laten weten dat je je netjes aan de regels zult houden. Alle Kamerleden, oud en nieuw, moeten dat plechtig beloven. En Hap ter Moe is dus ook aan de beurt. En dat doe je dan nadat de Kamervoorzitter jou vraagt om dat te doen. En dan ga je staan. En dan is het moment dat je echt officieel Kamerlid wordt. En omdat hij uit Friesland komt, doet hij zijn belofte ook in de Friese taal. Dat verkleer je en ontjit ik. Dat verklaar en beloof ik in het Fries. Je bent nu gewoon echt een Kamerlid. Ja, nu ben ik echt Kamerlid. Dat is een heel gek gevoel. Maar gewoon heel trots.